De vrees dat schoolkinderen allerlei kattenkwaad kunnen uithalen op de laatste schooldag was duidelijk merkbaar vandaag. Onze nieuwsdienst merkte op dat de deuren van de Times Mall op de hoek van de Steenbakkerij en Domineestraat dicht waren. Reden voor ons om er een kijkje te nemen. We staan hier voor de STM Mall. Dat is dus het voormalig kerstengebouw. En hebben we van de security begrepen dat ze in eerste instantie bijna alle deuren hadden dichtgetrokken. Omdat heel veel scholieren zich hier hadden verzameld en alcohol gebruikte en vochten en allerlei zaken deden die eigenlijk niet in de haak waren. We gaan kijken of we met enkele van de scholieren kunnen praten. Hallo, hoe gaat het? Het is de laatste dag voor jullie? Nee, nog niet. We hebben nog een week, een week. Oké, we hebben begrepen van de mensen hier van de STM Mall dat jullie je misdroegen of enkele studenten misdroegen zich hier voor de deur. Nou, dat zou ik niet weten, want ik ben net gekomen. Maar waarom staan jullie hier? Waarom gaan jullie niet naar huis? Ik wacht even op iemand. Iemand moet wat voor me brengen. Okay. Jij ook? Ik ben met hem. Oh, dus jullie wachten, jullie hangen niet eigenlijk? Nee. Oké. Jij bent hier weggerend, goed zo. Jij staat hier voor de mall. En we hebben begrepen dat studenten zich misdroegen. Sorry. Heb jij je ook misdragen? Sorry. Maar waarom raak je het aan? Als je niet wil praten, dan schuif je, maar je raakt het niet aan. Maar misdraag jij je? Ja. Waarom sta je hier voor de mall? Ik ben gewoon naast gelukkig minister. Die mensen zeggen dat ze die deuren moesten dicht doen omdat de studenten zich misdroegen. Ja, ik ben zo net hier gekomen. Zo net. Ik camera alsjeblieft. We werken toch? Ja, oké. Zie je? Ze rennen weg. En alle studenten die rennen daar. De mensen van de mall hebben gezegd ze moesten die deur dicht doen omdat jullie je misdroegen voor die mall. Weet jij er wat van? Nee, ja, nee. Okay, maar waarom staan jullie hier? Nou. Ik was toevallig naar papa is gekomen. Dan ga ik nu naar huis. Ja. Dus jullie zeggen niet van jezelf dat jullie hier hangen? Nee, je kan niet. Jullie zeggen hang jongeren? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Jullie komen eten kopen. Maar allemaal zo voor die mall. Eens in het blauwe jaar. Alleen op een vrijdag. Oké, ik kom. Zijn jullie geslaagd over wat? Ik ben over. Ik ben over. Welke klas? Derde klas. Okay, dus is je laatste dag, je bent vrij? Na maandag. Na maandag. Maar wat vinden jullie? Is gewoon een kiek? Ja, toch wel. Maar jullie misdragen jullie niet? Nee. Jullie hebben niks gedaan, geen gevecht, geen... Dat is wat ding. Gelukkig. Nou, dan heeft u dat gehoord van deze jongeren die hier staan. Zij zeggen dat ze gewoon hun kiek nemen en dat niemand eigenlijk last van ze heeft. De school eindigt voor hun op maandag, maar zij nemen dus nu een kiek hier bij deze STM Mall, het voormalig kerstengebouw. Tot zover een verslag bij de Times Mall, het voormalig kerstengebouw. De security had de roldeuren neergelaten om de leerlingen buiten te houden, omdat zij zich zouden misdragen. De scholieren gaven aan dat zij gewoon chillden en niets verkeerds deden.